It's me. Hele goedemorgen, dames en heren. Ik zit met Tina Rij aan de eettafel. We zijn aan het eten. Althans, ik ben aan het eten, dus Tina is al klaar. Ik heb een paar dagen niet gefilmd. Omdat ik gewoon druk was. Ik wil even een update geven over de pillen, over de alternatieve geneeskundige test die ik heb gedaan. Ik heb inmiddels pillen gehad. En het is letterlijk, zonder te overdrijven, 30 pillen per dag. 12 in de ochtend, 12 in de avond en 6 in de middag. En ik ben al op zeker nu 2 weken gestopt met vlees eten. Ik eet alleen maar vis. Ik moet zelfs naar het ziekenhuis voor controle. Dus ik ben benieuwd. Maar op zich voel ik me wel oké. Ik heb het idee nu ik een beetje eten heb aangepast. Diëtist is ook geweest om voedingsadvies te geven. Maar ook voornamelijk om te zeggen dat ik eigenlijk niet goed eet. Want ik kan s'morgens zeg maar heel lang niet eten. En dan ga ik s'avonds best heel veel eten. En het kan waarschijnlijk mijn buik ook niet aan. Dus ik heb nu ook drinkvoeding gehad. Mijn hele koelkast zit vol. Dat als ik s'middags dus geen honger heb, dat ik wel iets naar binnen werk. Deze. Ik zeg je eerlijk, hij is wel echt lekker. Het is van nieuwe smaak. Er zitten 281 calorieën in. En proteïne en eiwitten en weet ik het wat allemaal wel niet. Dus ja, daar leef ik nu op. Ik ben wel 3 kilo weer afgevallen. Maar ik denk dat het namelijk komt van het geen vlees eten. Ik merk dat ik daardoor gewoon minder pijn heb aan mijn buik. Dat ik niet zeg maar van die opgezwollen buik krijg. Van die heftige krampen, die heb ik dus niet meer. Nou, vandaag is vrijdag en we gaan even met Tina Rij, want ook dan heb ik altijd vrij. En we gaan naar de kapper. Huh? Ja. Ja, we gaan naar de kapper. En dan gaan we mama mee naar het ziekenhuis. Ja, hè? Ja. Ja, en dan gaan we even bij mijn oma op bezoek. Dan gaat Sissy ook mee. Ja. Ja, Sissy gaat ook mee. En ja. Sissy zegt ook mama. Zeg mama dan. Papa. Zeg mama. Papa. Zeg mama. Papa. Nee, dat vind je niet leuk. Want je kan het. Zeg mama. De. Zeg mama. Zeg Virginia. De. Virginia. De. Virginia. De. Nee, we gaan niet naar daar. Die krijg je ook niet. Dat is mijn laptop. Zeg eens even mama. Hé, hey, anders ga jij niet. Ben je mee? Je gaat niet meer als je geen mama zegt, hè? De. Mama. Jessica. De. Virginia. Kiki. Kiki, ja, nee, niet Kiki. Mama. De. Dat is echt een dom woord. Ik ben nog heel lang bezig met Tina en mama te leren. En ze deed elke keer niet. Elke keer zei ze papa. En ineens, 2 dagen geleden, toen zei ik je tegen haar, zeg mama. En toen zei ze mama. En die avond heeft ze zeker nog 80 keer mama gezegd. Je zit met de slijmen. En nu zegt ze dus niet meer. Mag je op tafel zitten? Zeg mama. 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 Zeg mama. En ze klimt op mijn tafel. Oké, dit is geen goed idee. Kom eraf. Ja, die ligt nog lekker in bed. Die heeft gisteren een show gehad. De ene laatste show. Volgende is de laatste show van de bodyguard. Dus zo snel gegaan.
Dus die ligt nog lekker in bed. Ze gaat dit weekend weg. Met de vriendinnen en haar familie. Gaan ze naar Frankrijk. Dat is tevens ook zien rijden gastouder toevallig. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus ga ik haar later naartoe brengen. En dan komt ze dinsdag weer terug. Of maandag. En Ejamee is bij mijn moeder gaan slapen. Want het was gisteren natuurlijk donderdag en vandaag is het vrijdag. Dus ze staat bij mijn moeder. En als het goed is, komt ze ook naar de kapper. Want ze wilde ook haar doen. Dus we gaan nu echt uit. Het is voor mij al 11 uur. En ik wilde echt om 12 uur eigenlijk klaar zijn met alles. Maar ik heb best wel een dikke planning voor de dag. Ik hoop dat alles goed gaat. Dat alle kinderen meewerken vooral. Zie de rij. Kom, we gaan weg. Ga je mee? Nou, oké. Okay. Ik heb iets wat niet zo handig is, want ik moet dus naar buiten met Sinerij. Deze autostoel moet mee. Sissy moet mee. En de buggy moet mee. En de andere kinderwagen zit in een andere auto die Dom mee heeft genomen. Dus dat is niet zo handig. Maar de auto staat echt helemaal daarachter. Dus even kijken hoe dit gaat doen. Goedemorgen, dames en heren. Ik had gisteren niet meer verder gefilmd, want ik was iets aan het doen en ik was moe. En ik was nog aan de kapper geweest, we hebben gechilled. En nu is het weer 's morgens. Ik had net al mijn pillen in dingetjes gezet. Kijk. Gelijk voor de hele week. Ik heb van deze dingetjes gehaald op bol.com. En heb ik zeg maar al mijn pillen per dag gelijk geordend. Ik moet 2, in totaal slik ik dit op 1 dag, hè. En deze er nog bij. Het zijn in totaal 30 pillen. En het is allemaal van dit soort merken. En deze is nu op. Deze. En ik heb hier nog een paar andere die ik nog op moet maken. Dat. Ik heb het net even gedaan. Ik doe het elke zondag. Want dan weet ik gewoon, oké, nu is alles op. En dan ga ik alles weer vullen. Ik ben nu al 2 weken bezig. En ik moet zeggen dat ik me soort wel beter voel. Ik heb een beetje minder last van mijn darm. Maar ik eet nu ook geen vlees meer. Al bijna 3 weken niet. Alleen vis. En het schijnt ook wel te helpen. En ik eet gewoon bepaalde dingen gewoon echt niet meer. Dus dat. Nou, ik ga even douchen. Kien is naar Frankrijk met haar vriendinnetje. En haar moeder is tevens ook Sinerij de gastouder. Dus daar is ze mee naar Frankrijk. Dus het is hartstikke gezellig voor haar. Ze komt dinsdag terug. Ejamee heeft me geloest, want mijn vader, mijn stiefmoeder zijn in Nederland. Dus ze is weg. Ze is daar. Ik belde net van, kom je mee, maar die meid wilde niks horen. Ze zei, nee, blijf hier. Dus we gaan met Sinerij een beetje wandelen. We gaan naar Roermond. En misschien is het ook nog een leuke ding voor de kinderen. We don't know. Nou, tot zo. Jongens. Ik ken dat hij leuk is. Ja, die was wat even aardig doen. Hij weet dat ik dit echt super lekker vind. Dus heb ik ook een kwaad. En hiermee ga ik even die pillen innemen. Dat doe ik elke ochtend. En dit was namelijk allemaal, dit zijn alle pillen die ik heb gehad. Nee, die ene testje die ik had gedaan, met de glucose, ontlasting, urine en spacel test. Ik kwam dus uit dat ik 3 verschillende soorten bacteriën in mijn darm had. En dat wist ik eigenlijk al. Ontstekingen, dat soort dingen. En of mijn suikerspiegel was dus niet helemaal goed. Daar is het over om te reguleren. En er was nog iets. In ieder geval, het was allemaal helemaal ruk. Dus dit zijn nu de pillen. Die ik deze ochtend allemaal in moet nemen. Ga ik nu even doen.
En dus op haar 2, want anders krijgen ze echt niet weg. Naast die pillen heb ik ook andere dingen geadviseerd gekregen. Dit onder andere. Lijzaadolie, omdat ik elke dag mijn 9 ml van. Deze is olijfolie. Het is best wel goed. Het is gewoon voor de Albert Heijn, maar het is koud geperst. Het was 13 euro en het is echt super lekker. 45 ml. Ik moet ook elke dag zonnebloemolie een beetje. En ik heb er nog één, maar die is echt heel vies. Maar ik weet eventjes niet waar die is. Dus als je die kan vinden straks, zal ik het nog even laten zien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus dat. Ik ga nu vast even mijn eten klaarmaken voor straks. En het is gewoon zilvervliesrijst met vis. That's it. Dus dat. Dan gaat lekker in de airfryer. Love the airfryer. En ik zie het vaak als het niet aan was. Dat is een domper. Dus die ga ik even aandoen. Ik heb iets nieuws. Ik spuit in mijn vaatwasser ook Dusty. Ik weet niet eens of het mag. Maar dat doe ik dus. Dat doe ik nu eigenlijk niet meer op. Nou, ik ga het eten maken voor mezelf. Ik ga het douchen. Dat moet ik ook nog doen. Dus ik zet mijn visje in de oven. Ondertussen ga ik de douche in. Dan vlees ik mijn visje. Ik eet deze. En die vind ik echt super lekker van de iglo. Ik zweer dat ik elke dag eet bij zo'n vis. En dat ik het zo lekker vind. Ja, gisteren niet. Gisteren heb ik sushi gegeten. Met verse zalm. En dat soort dingen. Maar ik vind deze vis zo lekker. Weet je wel, bij zo'n lekker krokant. Echt heerlijk. Dus deze van de iglo hebben die pak. Vier lekker bekjes traditioneel. Echt een aanrader. En dan heb ik ook. En het is niet eens heel gezond, hè. Want als het natuurlijk voorverpakt is, is het gewoon helemaal ruk. Maar ik heb dit. Minuutje zilvervliesrijst. En eerst kocht ik er gewoon die van. Dat normale. Dat. Echte merk, zeg maar. Die was wel veel lekkerder. Dus ik maak deze op en dan haak ik gewoon weer die andere. Die vond ik gewoon veel fijner. En wat ik dan doe ik gewoon tomaat en komkommer. Met een beetje peper en zout en olijfolie. 45 ml. En dan heb ik dat al op. Slim. Dat is een beetje hoe ik het doe. Nou, ik ga nu echt douchen. Want over een half uur is mijn vis klaar. Dus als ik dan over een half uur beneden ben, kan ik dan gelijk eten. Dat is wat ik ga doen. Oké, doei. Hoi, ik ben gedoe. Ik heb het weer aan. Dit is het eten. Vis. Zilvervlies rijst, komkommer en tomaat. Met olijfolie, zonnebloemolie en zout en peper. Dat vind ik best lekker. Ik doe ook water met citroen. Maar wat is het? Deze mee bal net. Ik zal het toch mee naar mijn mond. Dus ik ga het snel ophalen. Ze reizen naar mijn vaders huis en dan gaan we door van tussen. Zie je eruit? Kun je schrijven? Nee. Dag maar doei, ga maar zwaaien. We gaan weg, hè? Waarop die vloog bijna weg. Dames en heren, we zijn in Roermond. Kijk eens wie mee is. Kijk eens wie mee is. Ja? Ja, oh, heb je niks gegeten wel? Nee, alleen brood. Oh, eet wel wat eten. Je vloog net een eten. Ja, denk je. Alleen brood in de ochtend. Sinerij is hier. Drinking the milk. Denk je is er ook. Ja, ik heb ook ijs gegeten. Stoepjes en... Oh, je hebt al mijn dingen gegeten. Nee, en chocolade. Nou, in ieder geval, we gaan nu wandelen.
een beetje vies weer. Wisten we wel, maar het valt altijd toch even tegen. Eet even honger, maar ik moet ook heel erg plassen. Lus jij een donut? Ja. Gaat het ook betalen? Gezellig! Nou, we hebben even geen donut gehaald, want het was super druk. Toch is? Mag ik straks staan? Ja, we gaan even ergens even kijken. Want het was not normal. Nou, we gaan even kijken. Oeh, ik dacht ik ga even schoenen van Kian kijken, maar het is me een beetje te druk. Dat is wat we niet gaan doen. Het is zo druk overal. Huh? Het is kapot druk. En ze gaan weer terug bij baba. En we zijn naar Ux geweest. Ux. En ik heb deze tas en schoenen net zien naar rij. En kijk deze mooie uitzicht. Al deze vlinders. Nou, dat is dus super mooi. En ja, nu gaan we dus even naar de winkels. We zijn in Ted Park. In deze winkel zijn we. Er zijn zulke mooie kleren. Kijk. Nou, dat zijn de kleren dus. Hier zijn ook mooie dingen. Dat zijn dus zo. Hé, hey, niet schoppen tegen me. Doe eens niet zo gek, joh. Ze rijdt hier. Ga maar zwaaien. Kusje geven. Nee. Ja, maar we zien jullie dus straks. Doei. Jongens, we zijn uit de room, want het ging super hard regenen. Dus we zijn weer gegaan. We hebben wel een paar dingetjes gekocht. Nee, jij. Eigenlijk meer voor de kinderen. Dan heb ik niks van de zaak gekocht. Ik heb een glitterlaarsje en. Oh. En dat was het. Een glitterlaarsje heb ik gekocht. Alleen eigenlijk alleen voor Kian, Ismee en. Ja, voor Kian niet eens. Voor Ismee en Tina. Oh ja, dat een broek en drie t-shirtjes. Voor Kiki. Maar goed. En we hebben wel donuts gehaald. Maar dank voor donuts. Meegenomen van mijn familie. En Sime en Sina hebben al de hele tijd discussie. Met je kleine haartjes. Sissi, was je lief? Nee, Sissi was niet lief, hè? Ze is stout. Sissi was niet lief. Maar goed, we zijn dus nu even in Duitsland, want we zijn hier even, zo. Ik zou even hier tanken en toen zei ik van ik wil eigenlijk de McDonald's hier, omdat het altijd super lekker is. Maar ze hebben mijn crepe. Maar ik heb natuurlijk nog al 3 weken geen vlees gegeten. Hebben ze kruisje? Dus ik ga hem wel eten. Ik ga niet voor je liggen. Wat is mijn crepe? Wat wil je? Mijn crepe. Oh ja, mijn crepe. Ja, dat zie ik. Dat ben jij zeker ook. Wat is dat? Dit is. I'm just like you. Ik wil gewoon een Happy Meal met kipnuggets. Ja, maar dat is een uien. Maar dat heb je toch zonde? Je kan toch Duits? Kan ze Duits? Nee, Frans. Met chicken, visvlees, McRib. Hou op. Of jij neemt niet McRib. Nee, gewoon een visvlees. Wat wil jij eens? Dan heb je nog het kipnugget gewoon en een van. Oh, maar ik wil dit. Ja. Oh, vriend.
Nee, kijk, nee, dat is geen kool. Net kartoffel. Ik had met hart. Het laatste. Pak even dit. Ik vader gaat die kool, praat jij Duits? Hij zegt nee. Je moet hem horen. Maar Duits is niet als wat Frans. Is... Eine Happy Meal? Ja. Met nuggets? Ja, zeker lekker praklijnsnuggets. Fanta? Kip of kaas, vraagt ze. Kaas, wat voor dat toe? Nee. Geen saus. Ja, fries en mayo? No. Yes. Fanta? Ja. Wat willen we doen, hè? Ja. McRib. Een McRib. En een menu? Yes. Can I have kartoffels? Kartoffels. Sorry? Sorry. Twee. Fanta, yes. Yes. Kijk, ze eet gewoon mijn hand op, hè. En frietsaus. Ze denken het is worst. Maar weet je, als het worst is, dan is het van worst gemaakt. Kijk dit! Oké. Mijn kind. Heb je goed geneeld, hè? Hallo. Yes. I have two friet sauce. You have one. With the. Two one more with the. Oké, de bestelling is er. Eet je het met zo? Nee, maar ik moet dit vasthouden en ik kan het niet tegelijk. Oh, oké, ik mag dat. Baby. Ik heb. Hey, baby. Mama, dit, waar moet ik dit? Auw! Hey, baby. Het pot dat tussen is wijs. Oh, wij hebben. Oh, lekker. Hebben. Goedemorgen. Het is zaterdag. En het is 9:10. Het is erg vroeg. Ik ben al wakker sinds zo. Zie je hoe ik de keer ga je achter? Ik ben al wakker sinds 7:00. Want iemand heeft me wakker gemaakt. Cinderij had. Was de luier doorgelekt. Dus die moest even verschoond worden en bed en alles. Dus ik ben moe. En toen vond Donnetje gelijk om 9:00 naar de kapper gaat. En ik moest wel nog even naar de Primark. Dus ik dacht, ik neem gelijk een ritje mee. Ga ik even naar de Primark. Met Cinerij natuurlijk. Die gaat mee. Dus Merkje en die zijn bij opa en oma logeren. Dus dit is wat we nu gaan doen. Vanavond gaan we met de hele familie en vrienden. Gaan we bij Kien kijken bij de bodycard. Dus de laatste voorstelling. Ik kan nog een leuk cadeautje voor de kopen zo. En dat is het eigenlijk. Dan is aan de auto rijden. En Cinerij is daar, maar die zit er even niet. Nou, tot zo. Het ligt dus heel dicht. Ah, we zijn op zijn plein. In de Primark geweest. Cinerij heeft lekker geslapen. Huh? En we gaan nu even eten. Van een koekie. Zie je ook eten? Ja. Ja, mokkesje. Mama kusje. Nee? Oh, je gaat daar even schrijven. Nee. Oh. Nee. Ga je eten? Nou, wacht op, Don. Ik heb een beetje hoofdpijn. Mm?
maar doei. Ga maar zwaaien. Hier, in de camera. Hier. Oké. Hier zwaaien. Nou, kus even. Ja. We zijn nu even bij de brasserie. Op zijn buik. Ja. Wil je wat stouwen? Nou, we hebben een koffie en een ijstee. Toch? Dan gaan we lekker drinken. Gaan proeven? Sokkie? Nee? Mama Sokkie? Nee. Oh, je wil koffie? Nee. Wil je een koekie? Ja. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt. Ja, ga openmaken. Oké, jongens, we hebben de brasserie. Mijn pannenkoek is er. En no joke, deze zijn de lekkerste pannenkoeken ever. Ik zit er echt super mooi uit, zie ik. Iemand zit hier zijn koffie te pikken. Is het lekker? Het is heet. Oh, het is heet. Het is heet? Oeh. Dankjewel. Mama ook happy? Mama happy deze? Nee, deze. Mama happy? Wacht. Dus op trekplein. Ik heb heel wat dingen gehaald. Ik heb een cadeautje gehad voor cliënt van vanavond, vanaf de laatste voorstelling. En voor chauffeur en mijn bestie, haar moeder. We hebben schoenen voor Cinerij gehaald, uksjes voor de winter. Ik heb een mega grote gel voor cliënt gehaald. En toen kreeg ik ook nog een hand sanitizer gratis. Ik ben naar de Zenox geweest, heb ik een pot gehaald voor mijn waskamer. Ik heb onlangs een zaak verkocht, maar ik was nog wel thuis. Dus ga ik daar laten zien. Ik moet wel opzetten, want ik moet snel mijn haar gewassen thuis moet naar de kapper zo. We zijn even in een winkel. Dons wil nog even schoenen voor Kian, maar ze hebben geen leuke. Oké. Hey guys, ik heb mijn haar gesteld. Ik kwam met hun naar huis, dus voor ons maar 5.000. En mijn moeder. Oh ja, maar dan heb je 2 weken. Ja, we zijn nog maar 5 kinderen. Ik heb al mijn haar gesteld. Hoe mooi? Deze is ja, super mooi. Ik zit er natuurlijk heel anders uit dan vanmorgen. Het was echt niet om aan te zien. Dus ze speelt. Oh, hoe gaat het heen? Daan. Hallo. Hey. Hey. Waar zijn jullie? Ze speelden. In ieder geval, we gaan met op zich wel een hele goede groep gaan naar Utrecht. Dat hè? Ski en de laatste show in met de bodyguard. Wow, nog een andere pakken? Ja, ik vat me. Oh. Dus dat. En ja, dat is in de rij is thuis gebleven met oma. Mijn schoonmoeder is aan het oppassen. En Charmee die is met mijn vader en mijn oma vast naar Utrecht. Mijn zusje, mijn stiefmoeder en mijn nicht, die gaan nu even wat eten en dan komen we daarna naar Utrecht. Ja, wat ben je? Ik ga even bedon bestellen.
We gaan een paar vriendinnen gaan er naartoe. Mijn moeder gaat. Tante van Kian gaat. Mijn peetmoeder gaat, mijn zoon. Dus we hebben het aardig wat mensen. Ik ben erg benieuwd. Hier zit onze Kian. Heb je er zin in? Ja, maar ik vind het wel jammer. Ja? Ja. Waarom vind je het jammer? Ja, het was wel een hele leuke tijd. Ik had het liever nog langer gedaan. Mm-hmm. Maar ja. Sta ik weer tijd misschien voor een nieuw avontuur, hè? Een avontuur. Ja. Dus. Hopelijk komt er iets nieuws. Ja. Nou, we gaan aan de weg. Goedemiddag. Wat ben je? Jake rijdt er even langs McDonald's. Wat zeg? Jake rijdt er even langs McDonald's. Ja. Ik rijd ook maar naar te ver door. Dus op dat moment te ver doen. Ja. Ik zal niet te ver doen. Maar goed. Dat wordt dus de dag. We zijn in Utrecht, gaan we nog even wat eten. Fabiano, ga Fabiano eten. Lekker, lekker. Kijk even. Nou, doei. Ja, stop. We zijn in Utrecht, jongens. Kin is erg emo. Het is vandaag de laatste dag van de bodyguard. Even een kwartiertje naar binnen. Dus we wandelen hier nog even. En dan brengen we de haar naar binnen. En dan gaan Donnie en ik iets eten. Ik ben met mijn familie en iedereen was nog in Rotterdam. We zijn daar aan het eten. Want ze wachten nog op mijn zusje Tamia. En dan komen ze naar hier. Dus ik denk met z'n tweeën. Ik moet even mijn moeder bellen. Die komt ook. Ik moet even mama bellen. Kijk waar zij is. Mama heeft niet afgesproken dat het één goede verrassing was. Maar ze zei dat ze niet meer zou komen omdat de werk. Als ze het niet had gezegd, was het één goede verrassing. Ja, mama, maar ja, ik heb het wel gestuurd. Ben je je telefoon bij de hand? Ik. Of wel, oma even. De telefoon is bij de hand. Heeft het kopbedje zo'n achterkant dingetje? Nee. Oh. Vind je niet leuk? Hm? Dat is een korte. Ik heb je opladen niet meegenomen. Maar gaat de auto zo? Nee, niet op hoor. Nou, dan pak je even een kopje. Even een Douglas. Ik ga even een cadeautje halen. Voor vriendinbegeleidster en voor... en voor Yassa. Dat hebben we even gedaan. Waarom zit het zo in mijn... kijk, mooie foto. Wow, oké. Maar ze zijn echt heel mooi aan het inpakken. We gaan zo meteen naar de artiesten in gaan lopen. Het is nu bijna 15:15. Oh, we moeten opschieten. We gaan gelijk toch? Ja, we gaan gelijk. Geen bubble tea, geen bubble tea. We moeten hier echt volgende keer komen wandelen. Bij hoogtepterrein, hè? Dat heb ik al een keer met oma gedaan. Ik heb het tegen mijn man. Don, ik heb het tegen jou, hoor. Oh, hij had toch wel spijt. Ja, ik heb gehaald. Ik voelde me weer een vrouw. Geen echt snikken. Ja, nee, maar echt. Vraag ding. Hey, Jay. Hoe ga je huilen? Echt huilen. Hoe ga je huilen? Ja, ze ging echt huilen. Ja, echt? Ja. Ze ging zo'n ja, sorry. Maar je was gewoon top. Ja. Hey. Nou, we zitten. Het tweede deel gaan beginnen. Die heeft een warme mond dan. Mensen puffen in die zakken. Ja, ei. Wat dan? Nou, de hele gemeente die op rij 6, maar wel een paar keer later ons. Achter onze allemaal vrienden mee. Dus ik voel het ook niet erg gezellig. Een leuke PM. Ik wil heel graag even van deze laatste keer. Als Fletcher.
zo erg enthousiast. Ik geniet elke keer weer van mijn meisje, dus... Elke keer weer? Tuurlijk, hoe vaak ben ik geweest? Ja. 600 keer. Wat? 600 keer. 600 keer? Ja, ik denk eerder 700. Ik geniet elke keer weer, dus... Nou, we gaan even kijken. Dus laten we even snel naar daar gaan.
zitten. Nee, ik ga niet met jou mee. Van de show? Leuk. Ja? Heb je gegild? Ja. Wat hoorde je? Hoi, waar hoor je iemand? Ik hoorde je gillen. Kenneth is er. Wat vond je ervan? Geweldig. Nee dan. Hier zijn er nog meer familieleden. Goedenavond. Nee, ja, er is een stoel daar. We discussiëren over een stoel. Deze kopen net een boekje. Die hebben we bij op de foto. Op de camera. Wie is de volgende? Nee, ga je maken. Oh, ga jij maken. Oké. Okay. Iedereen mag maken.